Wat is de bedoeling hiervan? Nou, we hebben hier een opleiding bike met virtual reality. En daarin kun je ervaren wat de gevaren zijn van afleiding in het verkeer. En dan richten wij ons vooral op het gebruik van de telefoon. Dus appen en bellen. En dat laten we zien in de simulator. Ja, ze doen er nog heel veel. Hè? Dat mag eigenlijk wel niet, maar ze doen er nog heel veel. Nee, het is verboden inderdaad. Sinds 1 juli kun je een boete krijgen. Zou je het eens willen proberen? Nou, lijkt me hartstikke leuk. Nou, ik ga zitten. Hier gewoon gaan zitten zo? Ja. Oké. Hoppa. En dan? Kun je de bril zelf opzetten?
het heel goed? Is het heerlijk. Mooi. Nou, je gaat eerst een stukje normaal fietsen. Dan kan je even wennen aan de simulator. Ja. En dan krijg je een keuze nu. Kan je kiezen tussen app of wel op de fiets. En dan kan je dus de verschillen zien met een afleiding. Zie je nou al wat of? Ik zie nu nog niks. Oh, dat komt nou. Dat komt? Oh, nu zie ik al wat, ja. Oh ja. Hier, je ziet het verkeer, denk ik nou, hè? En je hebt nog geen mobieltje, zie ik. Ik heb nog geen mobieltje, nee. Komt hier nog? Als je je linkerhand naar voren doet, zie je je telefoon. Ja. Oh ja. Oh jeetje. Wat Komt er nog? En dan komt er een auto aan zeker. En je let niet op, maar je vliegt over die auto heen. Of, nou, of valt het mee deze keer? Dat hoop ik niet hoor. Oh, nog niet. Zo, je gaat nu even op de fiets. Dus je kan zo, je hoort het wel als je een berichtje krijgt. Dan doe je linkerhand naar voren, open je het berichtje met je duim. Dan krijg je verschillende andere opties en dan leg je de telefoon in het juiste vakje. Oh! Oh! Ja! Afleiding. Nou, dat was één. Oh, jeetje. Oh, can you go to the river and blue star?